Na de thuisnederlaag van afgelopen vrijdag tegen FC Dordrecht speelt Almere City vrijdagavond de uitwedstrijd tegen FC Os, de nummer 9 van de Jupiler League. Het wordt alweer de derde confrontatie tussen beide ploegen dit seizoen. Ja, de eerste was een bekerwinst, waarin hun ervoor kozen om een aantal andere jongens te laten spelen. En die wonnen we die wedstrijd verdiend. En de tweede wedstrijd stonden we vrij vroeg met 0-2 achter en hebben die wedstrijd nog in ieder geval gelijk gespeeld. Nou ja, Os in die fase, een ploeg die in een bepaalde flow zat. Daarna wat wisselvalliger is geworden, maar evengoed qua punten dicht bij ons staat. Het is wel een ploeg waar jullie het lastig mee hebben. Nou ja, dat weet ik niet. We hebben er niet van verloren. Dus één keer gewonnen en één keer gelijk. Dat heeft te maken met het systeem wat ze spelen. Ze spelen 5-3-2 systeem. Daar moeten wij ons goed op instellen. Ja, ze hebben inderdaad wel een lastig team om te bespelen. Met name door het systeem. 5-3-2 of 3-5-2. Net hoe je het wilt noemen. Maar ja, daar zijn ze nu gewend. Daar zijn ze wel weer goed in. Dus zouden ze het compact. Het is inderdaad lastig om doorheen te komen. Wie moet je missen? Nou, je hebt er net drie zien lopen. Blackson, F. Morfidis en Peters. Die zijn er in ieder geval morgen niet bij. En voor de rest is alles fit. Sylvester van der Water ook niet aanwezig op de training. Wat is er met hem dan? Heel goed opgelet. Die was inderdaad niet aanwezig. Nee, Syl is ziek. Dus we kijken hoe dat morgen ervoor staat. Het wordt koud vrijdag en bovendien zal het licht gaan sneeuwen. Maar de Gier verwacht niet dat de wedstrijd wordt afgelast. Nee, ja, ik verwacht altijd dat het voetbal doorgaat. Hè? Want daarvoor ben ik te veel voetbaldier om vanuit mijn jeugd al terug te kijken naar... Als ik de gordijntjes naar buiten keek en het werd afgelast, dan had ik een slechte dag. Ja, ook al vond je helemaal niet erg in onder winterse temperaturen voetballen. Gewoon lekker voor een voetballer. Ja, tuurlijk. We hebben hier tegen de Graafschap thuis gespeeld. En die wedstrijd hebben we gewonnen omdat wij heel goed met de omstandigheden omgingen en de Graafschap niet. En wij hebben een ploeg die dat kan. Die kan onder andere omstandigheden spelen. Jack de Gier staat momenteel zesde met Almere City in de Jupiler League. En dat blijft niet onopgemerkt. Zijn naam wordt de laatste tijd ook in verband gebracht met Willem II als opvolger van Erwin van der Looy. Die komende zomer stopt in Tilburg. Je bent hot als trainer. Je werd al in verband gebracht met Cambuur. NEC een aantal keer aan de deur geklopt hier. En nou wordt je naam ook nog in verband gebracht met Willem II. Heb je dat ook meegekregen? Ja, ik krijg alles mee vanuit pers en vanuit geruchtencircuit. Maar officieel is daar helemaal niks gekomen. En het is ook voor mij totaal niet aan orde. Wel een mooie club, toch? Willem II is een mooie club, ja. Heb ik 3 jaar gespeeld en heb ik stage gelopen voor mijn coach betaald voetbal. Maar jij gaat hier gewoon je contract uitdienen in Almere? Ja, dat is toch duidelijk volgens mij. Ten slotte nog Kees van Buren. Hij heeft komende zomer een aflopend contract. Maar heeft wel oren naar een langer verblijf in Almere. Nou, ik heb het hier naar mijn zin. Nog niks gehoord van de club. Van hoe of wat. Maar uit ervaring. Ik zit nu hier al 2 jaar. Zijn ze met oudere spelers. Komen ze altijd wat later in het seizoen. Dus ik verwacht eigenlijk binnen nu en een maand of anderhalve maand wel wat te horen van de club. Ja, in de tussentijd kijk ik ook natuurlijk rond... Hoe ik in de markt ligt nog. Ja. Jij wilde wel graag blijven in principe. Ja, ik heb het hier naar mijn zin. En ik heb hier 2 mooie jaren nu eigenlijk achter de rug. En het gaat eigenlijk alleen maar steeds beter. En daar zou ik graag deel van willen uitmaken. Ja. Ja. Wat verwacht je wat de club met jou gaat doen? Daar heb ik echt geen idee. Moet je echt bij andere mensen zijn die erover gaan. Ja. Maar je verwacht eigenlijk misschien wel binnenkort wel in ieder geval om tafel te gaan. Nou ja, ik ben basisspeler. Ik speel eigenlijk altijd. Dus ik zou het inderdaad wel een verrassing vinden als ze zeggen van we gaan niet met je verder. Maar ja, je weet het nooit in de voetballerij. Dus ik moet ook kijken naar plan B natuurlijk. De wedstrijd tegen FC Os begint vrijdagavond om 8 uur.